In de aanloop naar een grote wetenschappelijke conferentie belegde CERN een persconferentie waarin de twee grote experimenten, dus het CMS-experiment en het ATLAS-experiment op CERN, hun resultaten van hun zoektocht gingen presenteren. En Englert en Peter Higgs waren daar samen in de zaal aanwezig, dus het was echt enorm spannend. Zeker omdat het ATLAS-experiment niet wist wat het CMS-experiment ging zeggen. En het CMS-experiment niet wist wat het ATLAS-experiment ging zeggen. Als het Higgs-deeltje gemaakt is en dat valt uit elkaar in die specifieke brokstukken, dan levert dat een heel bijzondere eigenschap op. Eigenlijk een soort vingerafdruk die niet zo makkelijk na te maken is. Het Higgs-deeltje bijvoorbeeld kan uit elkaar vallen in twee lichtflitsjes, twee lichtdeeltjes. En het kan bijvoorbeeld ook uit elkaar vallen, ook heel bijzonder, in vier geladen leptondeeltjes. Dus elektronen of muonen. Wat zien we dan inderdaad? Dan zien we inderdaad aanwijzing voor de gewone manier om die deeltjes te maken. Of moet er wel een Higgs-deeltje gemaakt zijn? Want we zien er in één keer zoveel. Dat moet wel afkomstig zijn dan van dat Higgs-deeltje. Hoewel we weten wat we verwachten van de gewone processen, zit er altijd ook een beetje een spreiding op. Als je 60 keer met een dobbelsteen gaat gooien, dan is het echt niet zo dat je altijd 10 keer een 1 gooit, 10 keer een 2, 10 keer een 3, et cetera. Dus als je nou bijvoorbeeld dat 60 keer doet met je dobbelsteen, en je gooit niet 10 keer een 1, maar 15 keer een 1, kan je dan ook concluderen dat het een valse dobbelsteen is, of is het gewoon toeval? Nou, daar moet je een soort maat voor vinden. En daar zijn we dus ook heel beducht voor. Dat we niet te snel zeggen dat we iets gek zien. Dus als we nou te veel zien, is dat nou omdat er een Higgs-deeltje gemaakt is, of omdat wij een fout maken als experimentatoren. En dat is best bijzonder en ook heel belangrijk, want als jij een claim maakt, ik zie iets geks, en dat blijkt later niet zo te zijn, dan sta je gewoon voor gek. Aan de andere kant, als je te lang wacht, wij als ATLAS-experiment, dan gaat straks het CMS-experiment aan de haal met de grote ontdekking. Nou, binnen het ATLAS-experiment hebben we gekeken naar het signaal van vier leptondeeltjes, maar ook naar die twee lichtflitsjes, en we hebben nog een aantal dingen met elkaar gecombineerd. En uiteindelijk uit al die gegevens hebben wij besloten, wij denken, dat er inderdaad een Higgs-deeltje gemaakt is. En helemaal aan het einde van die meeting moet dan iemand die knoop doorhakken, die moet er een klap op geven. En dat was de directeur van CERN. Dus die nam uiteindelijk de verantwoordelijkheid, de grote stap om te zeggen, dames en heren, ik denk dat we hem hebben. Wat denkt u? Nou, en toen gejuich, champagne en feest. We'll be right back.